De toestand van zalencentrum De Leuninkjes in Poeldijk is op zijn zachtst gezegd buitengewoon te noemen. De grote zaal Gerbera en kleine zaal Roos zijn zo goed als gestript. Het gebouw is al 1,5 jaar dicht na de vondst van asbest. Onlangs is de sanering daarvan afgerond, maar van de zalen lijkt weinig meer over te zijn. En daar blijft het niet bij. Bestuursvoorzitter Hubbeling sprak dinsdagavond de gemeenteraad toe. Want als je binnenkomt, met name in de Gerbera, dan krijg je de indruk dat er moedwillig zaken zijn gesloopt die eigenlijk wat niet nodig geweest was voor de sanering van de asbest. De karakteristieke houten dansvloer zit vol putten, strepen en krassen. Alsof bouwvakkers gewoon spullen vanuit het bovenaf naar beneden hebben gegooid. Verder ontbreken de wandlampen en kroonlichter uit de hal. Hubbeling noemt geen schuldigen, maar heeft de gemeente Westland om opheldering gevraagd. Waar we echt heel erg boos over zijn, is dat er een heleboel spullen van ons, gewoon eigendommen van de stichting, weg zijn. Ik noem dan eventjes tafels. Onze drankvoorraad is ook weg. Maar misschien kunt u zelf bedenken waarom die weg is. Maar in ieder geval is dat niet omdat je dat niet schoon zou kunnen maken. Later dit jaar komt het college van BNW met een toekomstvisie voor het centrum van Poeldijk, waarin ook een plan voor De Leuninkjes is opgenomen.